Het is eigenlijk schaatsen alleen op wieltjes. Waar het vandaan komt, weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet alleen dat een aantal Zuid-Amerikanen toppers zijn in skileren. Dus het is eigenlijk veel internationaler dan schaatsen. En ja, jaren geleden is in Nederland begonnen ze op die nylon wieltjes. En er is zoveel veranderd aan het materiaal. En dat kan nu echt bijna net zo snel dan schaatsen. En ja, door de schaatstrainers wordt het heel goed gebruikt als trainingsmiddel voor het schaatsen. En je hebt natuurlijk in Nederland ook, en dat proberen wij in de club ook op te zetten, dat er een grote wedstrijdtak is wat betreft de skielersport. Die is er nog niet, begrijp ik? Er waren flink wat Apeldoorners, ik geloof iets van 15, 20 jaar geleden, die in het landelijke skielercircuit behoorlijk meededen, onder andere Roel van Heest. En daarna is dat bij ons in de club wat weggezakt eigenlijk en we willen dat toch wel weer op niveau krijgen. Dus we hebben ook een Van Bentum competitie bij de club en er zijn de eerste clubkampioenschappen zijn niet zo lang geleden geweest. En zo proberen we ook de jeugd weer in de skielersport in de wedstrijden te krijgen. En ja, dat schaatsen dat bestond eigenlijk altijd al bij DNA. Maar als ik zeg het skileren is een vorm voor schaatsers om de zomer door te komen, dan ben ik niet goed. Nee, dan doe je eigenlijk het skileren niet helemaal recht aan. Want er zijn ook mensen, ook bij onze club, die het skileren toch zo langzamerhand als hoofdsport gaan zien. En we hebben dus ook leden die zomers alleen maar skileren en die 's winters niet op het ijs komen. En we hebben een groep die, dat is wel het grootste deel binnen onze club, die naar de ijsbaan gaat 's winters. En zomers het skileren gebruikt als trainingsvorm. Dan zag ik ze trainen op de baan, de wat ouderen. Ik zag hele jonkies, maar ik zag ook een clubje de poort uitgaan. Ja, nou dat is het mooie van onze club, denk ik. Je kan bij onze club terecht als je ooit de top wil halen, als je een Sven Kramer of een Irene Wüst zou willen worden, zo goed zou willen worden, dan kan dat. Maar het is ook een club waar ouderen ook nog kunnen sporten op een recreatief niveau. Er zijn ouderen die doen dat wel op wedstrijdniveau, in de marathon schaatsen bijvoorbeeld. Maar ja, dat is allemaal mogelijk binnen onze club. Dat zit in het aanbod. En deze mensen die gaan hier verzamelen en die gaan er heerlijk op uit in de buitenrit. Onder begeleiding van een wegkapitein of hoe dat maar heten mag. Maar ja, die hebben gewoon plezier in samen sporten. En dat is heel belangrijk ook bij ons. Dan zag ik kleine wieltjes, hele grote wieltjes. Hoe duur is deze sport? Ja, wat is duur? Kijk, en dan het lidmaatschap van de club, dat is nog geen 100 euro. Maar als je een stel nieuwe skielers met wieltjes, dan ben je wel een paar honderd euro verder. En over de allermodernste schaatsen maar helemaal niet te spreken. Dan ben je dus met 1000 euro, ja, dan heb je heel goed materiaal. Maar ja, dat is behoorlijk duur. En het is wel oppassen dat het niet een elite sport gaat worden. Want dan heb je je materiaal, maar dan moet je ook nog voor 's winters je baankaarten kopen. En dan is schaatsen nog wel iets duurder, denk ik, dan het skileren. Het skileren, ja, daar heb je niet een dure baankaart voor nodig. Dat is het verschil. Tot slot, waarom moet iedereen vooral gaan skileren? En dan nog wel bij DNA? Ja, we hadden net hier zo van, bewegen dat houdt je gezond, weet je. En of dat nou, zoals hier die beachvolleyballers zijn bezig, ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar kijk, wij zijn natuurlijk schaatsfanatici en skielerfanatici en hopen dat zoveel mogelijk mensen diezelfde passie voor die sport ontwikkelen. En kom daar voor bij DNA. Ja, dan ben je aan een goed adres. En ik heb net al gezegd, we hebben een heel breed aanbod. De allerjongsten die worden op een hele speelse manier vertrouwd gemaakt met skileren. En 's winters ook op de ijsbaan. En wil je een topper worden, kun je ook bij ons terecht. En als je op latere leeftijd denkt, ik wil gezellig met de groep sporten, kan bij ons allemaal.